De profs van Almere City FC gaan morgenavond in Maastricht op bezoek bij MVV. De Almere's gaan in Limburg op jacht naar eerherstel na de uitschakeling eerder deze week in de beker. Go Ahead Eagles was dinsdag in Almere met 3-1 te sterk. Trainer Robert Molenaar heeft er nog steeds flink de balen van. Ik vond echt dat we in deze wedstrijd door de ondergrens zijn gegaan. En met name in beleving en strijd. En daar hebben we wel een punt van gemaakt. Ja. De selectie van Almere City FC telt een groot aantal geblesseerde spelers. De invallers hebben dinsdag volgens Molenaar niet goed gefunctioneerd. Er stonden er wel een aantal op waarvan we zeiden van ja, die krijgen dan ook de kans. Gezien de 3 wedstrijden in de week en alle fysieke perikelen waar we mee te dealen hebben. Waardoor wellicht ook de druk wat hoger is. En wat je ziet vaak bij een wat hogere druk op een persoon is dat ze naar binnen gekeerd raken. En dat zag je heel veel. Heel veel eilandjes die wel in hunzelf het beste wilden geven. Maar het is daarmee ook nooit een team geweest. Dus het is heel belangrijk dat je ook als je druk voelt en je moet bewijzen dat je bezig bent met je teamgenoot en je naasten om het beste uit het team te halen. Eigenlijk een mentaal probleem dus. Ja, maar ik vind sowieso dat het voetballen bestaat uit 50-60% mentaliteit. MVV staat op de 1 na laatste plaats. De Almere's zijn de nummer 8. Op papier lijkt dit duel voor City dus een uitgelezen mogelijkheid voor eerherstel. Trainer Robert Molenaar waakt echter voor onderschatting. Nou, ze zitten zeker in de hoek waar de klappen vallen. Maar dat betekent niet dat ze ook in alle gevallen hele slechte resultaten gehaald hebben. Zeker tegen de jongens die tegen de muiters van deze divisie, Cambuur, is daar één van. Die ze keurig netjes op een gelijk spel hebben gehouden. Dus het kan heel compact zijn bij ze. En dus ook moeilijk te omspelen. Maar thuis willen ze ook nog wel eens de volumeknop vol openzetten en veel druk vooruit zetten en goed omschakelen. Dus het is absoluut niet een ploeg waarvan we nou even zeggen, dat kunnen we ook op 80%. Wij moeten zorgen, 1, dat we onze zaken voor elkaar hebben. En 2, ja, dat we beter zijn als de tegenstander. En die is echt niet zo zwak als dat de ranglijst doet vermoeden. Ja, en dan ontbrak afgelopen dinsdag, er werd over gesproken, het mes tussen de tanden. Maar dat gaan we dus vrijdagavond zeker wel zien. Het mes tussen de tanden van de spelers van Almere City. Dat, plus het vernuft en de creativiteit die ons tot kansen kan leiden en doelpunten. Maar het mes tussen de tanden is wel de basis, ja.